Minister Saskia Walden van Economische Zaken heeft met ondernemer Alberto Jeru van Pokigrong en DNA-lid Henk Afiankoy de kwestie omtrent basisgoederen die tegen extreme hoge prijzen aan de man worden gebracht in het binnenland besproken. Deze meeting vond gisteren plaats op het ministerie van Economische Zaken. Dit gesprek is een aanzet om te komen tot het betaalbaar maken van de basisgoederen in het binnenland. Zo zal worden bekeken om een distributiecentrum daar op te zetten. De minister zal een commissie binnenland instellen om een inventarisatie te maken welke goederen vanuit Paramaribo gekocht worden en wat de prijzen zijn. Mogelijk kan er een basisgoederenlijst voor het binnenland worden samengesteld. Ook zal worden bekeken welke producten lokaal geproduceerd kunnen worden.